Het hoge aantal coronadoden deze maand is een afspiegeling van het hoge aantal positieven een aantal weken geleden. Dit zei internist-infectioloog Lieke Wachee gistermiddag tijdens de persconferentie van het COVID Outbreak Management Control Team. In de eerste 7 dagen van september zijn al 20 personen overleden aan de gevolgen van COVID-19. De internist-infectioloog gaf aan dat de cijfers in Suriname niet veel afwijken van de internationale data. Ongeveer 80% van de mensen heeft een mild ziektebeeld. Rond de 15% moet naar het ziekenhuis omdat ze meestal extra zuurstof nodig hebben. Terwijl zo'n 5% zo ernstig ziek wordt dat ze op de intensive care afdeling moeten worden opgenomen. U vroeg ook nog de jonge mensen die overleden zijn, hadden die allemaal onderliggende aandoeningen? Ik weet ze niet stuk voor stuk, maar het overgrote merendeel had onderliggende aandoeningen. Misschien een enkeling zonder onderliggende ziektes van tevoren. Maar het overgrote deel was al vooraf bekend met andere ziektes. Of is tijdens de opname gediagnosticeerd met een ziekte waarvan ze dat vooraf nog niet wisten. Infectioloog Rajesh Ori vertelt hoe het team aan contact tracing doet. Nadat de persoon besmet is geraakt, wordt zo gauw als mogelijk de mensen met wie hij of zij in aanraking is geweest achterhaald. Dat van contact tracing. Laat me even uitleggen het proces van contact tracing. Contact tracing wordt telefonisch gedaan. En als iemand positief is getest, wordt die persoon gebeld voor contact tracing. Je hebt ook cases waarbij het nummer niet klopt. Je hebt ook anderen die je de eerste dag niet bereikt. In dit geval is er contact tracing gedaan, maar niet op dezelfde dag. Dat klopt. En we hebben vandaag weer gebeld om te bevestigen. Er zijn 2 contacten opgegeven. Kijk. Mensen kunnen zeggen, er zijn meer personen die in contact zijn gekomen. Maar als wij een lijst krijgen, we bellen en vragen, wie is in contact gekomen met meneer X? Die gaat aangeven A, B, C, D. Dan vragen we ook direct telefoonnummers. Want dan gaan we die ook bellen. Om te vragen, ben je in contact gekomen? Zijn er andere mensen geweest? En zo loopt dat door. Maar als het eindigt bij, er zijn maar 2 personen geweest, dan ga je ook niet verder kunnen. Of als er wordt gezegd, er is niemand geweest, kan je dat ook niet doen. Infectioloog Rajesh Ori woensdagmiddag tijdens de persconferentie van het COVID Outbreak Management Control Team in de congreshal.